Welkom allemaal, fijn dat jullie kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-readingen, coaching, begeleiding, healingen, dankjewel daarvoor. Voor vandaag kreeg ik door de Wisdom of the Oracle en de Gilded Tarot Royale. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Ik heb het gevoel dat je bepaalde twijfels hebt over iemand. Iemands intenties. Kan zijn dat iemand in jouw leven komt of al in je leven is. En dat die connectie geïntensiveerd wordt ineens, uit het niets. En dat jij dus je daardoor afvraagt van wat zijn de intenties? Wat wil die persoon precies van mij? Dat is wat ik voel. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides, voor de kijkers? Daar gaat mijn veertje. Nou, dit zegt het eigenlijk al, hè? Dat heb ik al gezegd. Je zit eigenlijk in twee werelden. Een overgangsperiode. Het kan goed zijn dat die persoon in een overgangsperiode zit. Het kan zijn dat deze persoon net uit een relatie is gestapt. Dat hij weer moet wennen aan het vrijgezellenleven. Het kan ook zijn dat jij dat bent, dat je uit een donkere periode komt, een schaduwzijde, en dat jij richting die transformatie gaat. In ieder geval, je vraagt je af waarom dat deze connectie ineens verandert. Of je vraagt je af waarom dat deze persoon, die je bijvoorbeeld altijd als vriend hebt gezien, dat die nu ineens jou uitvraagt. Dat, ja, jij stelt daar vraagtekens bij. Je wil natuurlijk waken voor je eigen balans, je eigen zekerheid. En het kan ook zijn dat deze persoon bij jou het een en ander triggert. Omdat je ja, misschien heel veel in het verleden mee hebt gemaakt. En nu je alles gewoon goed op de rails hebt, komt er plotsklaps iemand en die vraagt jou mee uit. Of je merkt gewoon duidelijk dat deze persoon bepaalde intenties hebben. Meer interesse dan normaal in jou bijvoorbeeld. En je vraagt je eigen af waarom. Nou, jij bent getransformeerd. Die persoon is getransformeerd. Je gaat een nieuwe fase in. Ja, je kan het je wel afvragen, maar ik krijg sterk door dat je gewoon moet voelen. Gewoon in die flow mee moet gaan. Als het goed voelt, dan ga je misschien op een tweede date, een derde date. Voelt het niet goed intuïtief, dan kan je er natuurlijk altijd mee stoppen. Ik heb het gevoel dat deze persoon probeert om het heel netjes met jou aan te pakken. Het kan goed zijn dat deze persoon een beslissing heeft genomen om voor jou te gaan. Het kan goed zijn dat deze persoon wat houdt van structuur. Dus dat ze heel langzaam zijn als die olifant, maar dat het een dieseltje is. Dus met kleine stapjes en steeds grotere stappen. En dat misschien voorheen hun avances wat te subtiel waren, dat je ze niet eens hebt opgepikt. Maar gaandeweg hebben ze wel degelijk een bepaalde bedoeling. Het kan goed zijn dat je in een andere situatie zit waar jij uit mag raken. Dus dat je deze nieuwe weg mag bewandelen. Of wat ik zeg, als je voelt dat deze energie toch niet is wat je ervan verwacht had, dan kan je hier natuurlijk altijd uit weg. Maar ik heb het gevoel dat je juist in een andere situatie zit waar je uit mag raken. We gaan eens verder kijken.
Kan goed zijn dat jij net als deze persoon heel veel mee hebt gemaakt. Het leven niet altijd even gemakkelijk is geweest. En dat jullie beiden heel veel ervaring hebben met veel tegenslag, veel verdriet, veel pijn. Dus dat is wat jullie gemeenschappelijk hebben. Je zit in een transformatieperiode. Het kan goed zijn dat je jezelf ertoe hebt gedwongen of dat je focus ligt op het helen van jezelf, maar ook misschien voor een andere groep van jullie, dat je focus ligt op het werk en niet op de liefde. En dan zal je net zien, dan trek je juist die liefde naar je toe, omdat daar de focus niet op ligt. Dat je niet weet waarom iemand jouw kant uitkomt. Dat maakt niet uit. Het is hetgene wat deze persoon bij jou triggert. Sta in je kracht. Wees moedig. Het kan zijn ook dat er bepaalde oude wondjes die nog niet helemaal geheeld zijn, dat dat ook getriggerd wordt. En het is zaak om dat te doorstaan. Dus dat je geen oude pijnen, gevoelens, dus oude bagger uit het verleden, dat je dat zeg maar tegen deze persoon gebruikt. En dat is waarin jij sterk en krachtig mag zijn. Dat je dus niet laat verleiden door angst en verdriet uit het verleden. Dat je dat dus meeneemt in deze connectie. Het kan goed zijn dat je alsmaar players gewend bent. Mensen die uit meerdere bekers dronken. En dat je nu uiteindelijk eens een keer iemand hebt die wel voor jou wil gaan, die integer is. En dat dat eigenlijk een ongewone zaak voor je is. Dat je dat in ieder geval niet meer gewend bent en dat dat ook voor jou eventjes aftasten is van, goh, is die persoon nou echt goed van gedrag? Heeft die echt goede intenties? Het verleden mag je achter je laten. Dat kan dus zijn dat je nog in een andere connectie zit, maar het kan ook zijn dus dat verdriet, die pijn, dat afzien. Je hebt natuurlijk veel in het verleden meegemaakt. Je hebt het een en ander ook geheeld. Dat je dat voorgoed achter je mag laten, die last. En dat deze persoon iemand is die jou echt die liefde wil geven en gunnen. Mag deze nog verder gebruiken? Mogen wij nog meer weten? Een advies. Advies, spirits. Advies is, communiceer duidelijk met deze persoon toe. Als je vragen hebt, zodat je dus duidelijkheid, openheid krijgt in de intenties, maar dat je jezelf ook veilig voelt, dat je wat meer vertrouwen krijgt in die persoon. Er is heel veel passie, kan goed zijn dat je te maken hebt met een vuurteken, maar dat hoeft niet. En ja, ze kijken naar die transitieperiode. Je hebt een periode geheeld, je hebt een periode. Je kunnen focussen op je werk of in ieder geval alles behalve de liefde. En dat heeft jou in balans gebracht. Terug in evenwicht gebracht. En dat was ook helemaal de bedoeling. Zodat je hier klaar voor zou zijn. Ondanks dat je met vele vragen zit. Ondanks dat deze persoon af en toe bij jou wat triggert. Uit het verleden. Omarm deze nieuwe mogelijkheid in de liefde. Het wordt je gegeven en je mag deze mogelijkheid mag je aanpakken. Het is een veilige nieuwe mogelijkheid. Die persoon die heeft dus goede intenties in plaats van het verleden. Kijk eens. Ze willen jou het liefst alles geven. Letterlijk en figuurlijk.
Ik heb het gevoel dat deze persoon al heel erg verliefd op je is met al dat groen hieronder. En als ik verder ook kijk, dus als je die last gaat loslaten, die cyclus van pijn, verdriet, angst, omdat je dus helemaal geheeld bent, dan kan er ook een samenwerking plaatsvinden tussen jou en deze persoon. Mag ik nog een laatste advieskaart op deze legging? Happy, happy. Deze persoon gaat jou heel veel geluk brengen, heel veel liefde. En heeft pure intenties, dus wees niet bang en ga ervoor. Als ik kijk naar de sterrenbeelden, dan zie ik voornamelijk hier de weegschaal en de leeuw. Kan ook een luchtteken zijn of een vuurteken. Een luchtteken kan zijn een tweeling, een weegschaal, een waterman. Of een vuurteken, dat is een ram, een leeuw of een boogschutter. Dankjewel voor het kijken. Je mag liken, delen en abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Namaste.